En de samenwerking tussen de bierbrouwerij Parbo en Tori Osso in zaken de organisatie van het Kawina Festival is stopgezet. Als je Brouwmuller van Tori Osso zegt dat hij geen opgave van reden van Parbo heeft gehad, waarop, waarom de samenwerking is stopgezet? Hij verwijst onze nieuwsdienst daarvoor naar de leiding van het bedrijf. We vroegen Brouwmuller als dit betekent dat er dit jaar geen Kawina Festival zal zijn op 30 december. Nou, om je eerlijk te zeggen, wij hebben dus uh, een brief gekregen. En in die brief heeft Parbo dus ons bedankt. En uh, ze hebben wel gezegd dus dat ze dus, uh, het een en ander dus nog willen ondersteunen als wij dus doorgaan. Want ze hebben het Parbo Kawina Festival teruggegeven aan de uh, grondleggers en teruggegeven aan Tori Osso. En uh, zij willen dus nog ondersteunen als wij ermee doorgaan in, uh, bij Tori Osso. En wij gaan dus vragen om daar dus gebruik van te maken. Dus ons probleem is nu wel dat we dus uh, geen uh, sponsoring hebben van niemand. Het is veel te laat. Maar we gaan dus op onze bescheiden manier toch proberen het Surinaams publiek niet teleur te stellen. En toch wel wat Kavina muziek te laten spelen en een kawina festival bij Tori zo organiseren. We zijn nu bezig met dus de vergunningaanvraag. We zijn bezig met uh, mensen in te zetten die ons willen helpen. En uh, ik moet u zeggen, er is groot enthousiasme. Ja, ja. Want wat was eigenlijk het concept? Nou, het concept was dus dat wij, wij zijn begonnen in de Surivesta-periode. Nou, het Parbo-Kawina-festival. We nooit Parbo-Kawina-festival. Het ja. is het Tori Osso-Kawina-festival. Ja. En het is begonnen b theater Talia, waar ik vroeger zat. En dat is de historie. En het is begonnen met Urtasilos Silos en Kees Verpoort en Osje Brouwmuller. Okay. Ik moet het altijd noemen, want ik ervan hou, omdat dingen goed worden weergegeven. En dat ze goed worden vastgelegd en eren wie eren toekomt. Altijd met elkaar Urta ning, altijd met elkaar Kees Verpoort ning. En toen ik van Talia wegging naar het dat deden we al in Talia. Is het feest automatisch een beetje meegekomen met ons naar Tori Osso? En het is begonnen op het achtererf, het is gegaan naar de stoep en het is begonnen naar de overkant en toen is het een streetparty geworden. En na drie, vier jaar in de Surifesta-periode was Parbo sponsor van de Surifesta. En toen uh, <coughs> hebben zij gevraagd om het uh, Kawina-festival van Tori Oso helemaal te sponsoren. Maar dat hield voor ons ook in dat we alle samenwerking met alle andere mensen moesten verbreken. Dus dat is ook een van onze probleempunten. Wij hebben nooit meer met niemand anders een, een relatie opgebouwd dan met Parbo. En Parbo laat ons nu in de steek en we hebben geen andere sponsor. Alois je Brouwmuller, voormalig directeur van Tori Osso, die gisteren een brief heeft ontvangen van de hoofd- en alleen-sponsor van het traditionele Cabina Festival, met de mededeling dat de samenwerking is stopgezet. Parbo was volgens Brouwmuller bekans 15 jaar de sponsor van het festival. Feit is, zegt hij, dat het Surinaams, uh, Surinaams publiek op 30 december zal kunnen genieten van een Kawina-festival. Het volledige interview krijgt u in het ATV-programma in gesprek met. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt om contact te krijgen met de leiding van de bierbrouwerij. for a reactie.